Heeft er natuurlijk ook wel herplant plaatsgevonden. Daar ga ik u nu iets van laten zien. Dit is herplant aan de Oranjeburg, de sierkers. Die gaat nooit zo heel groot worden en op deze plek al helemaal niet, want hij kan ook niet over de straat groeien. Hij heeft weinig ruimte. Ik ben Huib Sneep, al 50 jaar inwoner van Schiedam. En u? Ik ben Nelleke Schone. Ik ben sinds een jaar of 8 inwoner van Schiedam en ik ben ook bomenridder. Wat zijn de bomenridders? Een groep mensen die het belangrijk vinden om voor het belang van de bomen in de stad op te komen. En kunnen jullie iets zeggen over jullie pitch en pleidooi van vandaag? Ja, we hebben een verhaal gehouden over bomen die gekapt moesten worden. En waar eigenlijk maar heel weinig of niets voor terug is gekomen. En we vinden het belangrijk dat er voldoende groen in de stad blijft. Omdat dat een belangrijke bijdrage levert aan een prettig leefklimaat in Schiedam. Daar hebben we een verhaal over gehouden. En we hebben de gemeente gevraagd om daar meer aandacht voor te hebben dan ze tot nu toe hebben gehad. Ja, onder andere Oranjeburg, waar de woonwijk bijna afgerond is, het voormalige gemeenteziekenhuisterrein. En waar eigenlijk blijkt dat, als je naar aantallen kijkt, minder dan de helft van de bomen is teruggekomen. En kijk je naar het bladvolume wat daar vroeger was, dan is misschien maar 10% teruggekomen van wat daar aan volume aan groen rond dat enorme ziekenhuisgebouw. En daar stond ook al een heel groot gebouw. En toch zijn we 90% van het groenvolume daar kwijtgeraakt. En een tweede die dreigt te gebeuren is de Dirk Geijertstraat. Is ook in de raad volop aan de orde geweest. Maar de raad heeft helaas gezegd, wij hebben geen bezwaar tegen als daar alles wat aan groen is verdwijnt. Het leefklimaat van die bewoners zwaar wordt aangetast. Dat heeft ons verbaasd. Nou, we gaan ons inzetten. Natuurlijk proberen we, als het niet nodig is, te zorgen dat er niet gekapt wordt. Hè, dat is denk ik een van de belangrijkste dingen waar we naar kijken. Maar als er toch gekapt moet worden, om wat voor reden dan ook, gaan we ook in de gaten houden of daar nog wel voldoende groen terugkomt. Of dat het eigenlijk stiekem helemaal verdwijnt. En daar gaan we met de gemeente of... Ja, we houden de gemeente in de gaten en we denken mee met de gemeente daarover. Ja. Nou, ik wil dus een pleidooi houden voor meer groen in onze buurt. De buurt waarin ik woon is heel erg stenig. Ik heb dat wel bewust voor gekozen. Ik woon er nu 2 jaar. En er is inmiddels nog groen weggegaan. Maar ik heb ook mogelijkheden gezien om gewoon een klein bosje daar te maken. Want al die stenen, het hoeft helemaal niet. Je kunt die stenen gewoon weghalen en dan zet je er een paar bomen in. En je gooit wat graszaad op de grond. En dan wordt het eigenlijk al wel iets leuker voor de kinderen om daar te spelen. Want op dit moment, vooral deze zomer, hebben ze daar bijna niet gespeeld. Het was gewoon veel te heet om op die stenen te spelen. Er is ook weinig uitdaging te vinden in een wipkiep. Zet je daar een boom neer in plaats van een wipkiep. En dan liefst een boom met takken tot de grond. Dat ze erin kunnen klimmen. Dan zou dat veel leuker zijn. En heeft u het idee dat er naar u geluisterd wordt? Jawel, jawel. Ik heb al eens een keer eerder heb ik een pitch mogen houden in bij jullie tv. Over Tiny Forest. Ik had daarover gelezen en dan heb je... Het gaat altijd over bouwen, bouwen, bouwen. En dan denken ze aan huizen. Maar je hebt natuurlijk ook bosbouw. Dus toen dacht ik, heb ik gemerkt dat je dus hele kleine bosjes kunt bouwen. En dat zou bij ons... We hoeven helemaal niet in het steen te wonen. We kunnen in een bos wonen. Als de mensen daar een beetje moeite voor doen. Maar het is wel goed opgepakt. Er is gewoon door de gemeente heel groot onderzoek gedaan naar Tiny Forest. Heel veel plannen zijn onderzocht. Alleen dat plannetje achter mijn huis was nog niet onderzocht. Maar dat blijkt eigenlijk achteraf wel geschikt te zijn. Dus daar zijn ze nu nog wel mee bezig. Groen verbindt, een beetje tuinieren, dat verbindt de mensen. Je kan de school erbij betrekken, de paperclip, dat is dichtbij, is heel erg betrokken. Ik heb contacten gehad met kindertjes van de naschoolse opvang. Want ik ben af en toe een paar uurtjes in de week. In de zomer heb ik het tuintje bij de paperclip gedaan. En daar komen die kindertjes gewoon op af. En ze vinden het hartstikke leuk. En er is gewoon nog een wereld te winnen. Het is educatief. Het is toch veel leuker om in gras te spelen dan op stenen.